rand van het circuit op de Haarweg. Surfjant en Niels en Fred rijden in de buurt van het TT-circuit als deze Yamaha voorbij komt. Nieuwe restart. En meteen dreigt het falikant fout te gaan. Die Mach 55, tik even, joh. 87 in plaats van 60. Nou, dat is al netjes. En bijna dit en een gebogen plaatje. Dat bedoel ik. Ja hoor. Ik heb alles mee naar de parkeerplaats. Nou, dat gaat nog even duren, want deze motorrijder is nog heel wat van plan. Nou, het is ook prettig. Niet de rijbaan gebruiken. En dan draait de motorrijder de snelweg op. Steeds blijft het nog een nieuwe rijden. Ja. Nou, het is wel een mooie, hè? Zeg maar. Vluchtstrookje. Meting. Die loopt. En dan gaat het gas er stevig op. Ja, dat klopt. Hij is uitgelopen. Steeds uitlopen. Ja. Ja. Op 49. Doorgetrokken streep. Rechts inhalen. Over de, hier weer over de... En wat krijgen we nu weer? Is die ruzie of zo, jongen? Wat het ook is, de motorrijder zit druk naar de bestuurder naast hem te gebaren en andersom. Wat is dat, joh? Geen idee, maar het is zeker dat je de vluchtstrook niet als rijbaan mag gebruiken. Klop hem er maar bij hem voor. De Yamaha-rijder krijgt een volgteken. Goedemiddag. Goedemiddag. Molendijk, verkeerspolitie. Ik zag het al. Ja. De reden dat je aan de kant zette, zijn meerdere dingen. Een stukje die kant zetten. Ja, hier, maar het begon eigenlijk al bij de weg van het circuit af, hè? Hoezo? Te hard rijden. Te hard? Ja. Ja, gewoon mooi. Ja, oké, okay. Maar je reed te hard. Vervolgens ga je rechtsaf, waar je richting snelweg kan. Passeer je die auto rechts over een stukje waar je helemaal niet mag komen. Ja, zo. Nou, we laten je zo de beelden even zien. Is goed. Vervolgens gaat het gas er weer op, ga je linksaf. De toerit van de N33 op hierheen. Ja, dit is de N33. Ja? Ja? Ga je toerit op, ga je over de vluchtstrook die auto inhalen. Welke vluchtstrook? Maar laat de beeld maar zien, want... Je hebt helemaal niet opgelet. Nee. Ja, je bent er nog wel bij. Ja, ik ben er nog wel bij. Ja. Zoals gezegd zitten wij vanaf het circuit achter jou. Ben je gewoon aan het rijden of was je naar de TT-baan zelf geweest? Nee, gewoon aan het rijden. Want we zijn met de jongens, we waren bij de autoshow geweest. Oké. Okay. Nou, dus gebeld dat ze even langs kon komen. Ik zei, is goed. Ja. Toen ging ze weg, toen kwam er achteraan. Maar hier, als je mij voorbij komt, hier mag je toch daar rijden. Jij. Daar mag je rijden. Ja. Maar je mag hier wel 60. Oh. En iedereen rijdt dat keurig op 1 na. Ja. En dat ben jij. Nou, ik daar haken we. Ze weten niet hoe hard je er mocht, eerlijk gezegd. Nee, maar er staan overal borden. Nou, niet naar gekeken. Nee, maar dat is dom. Oké, nou goed. Ondertussen zie je daar links onderin een meting meelopen die we gedaan hebben. Daar die actie met die auto. Zag je hem? Ja, maar wie had daar zo'n fout aan? Die BMW of ik? Hij hoort te wachten. Hij hoort te wachten. Maar ik kom dat klopt. Op die kant. Nee, dat klopt. Maar dan ga ik hem even terugpakken. Kijk, je mag daar maar 60. Dan zie jij dus onze snelheid. Dus je zit tegen de 100 of over de 100. Wat wil je dan van hem verwachten? Dat hij dat in de gaten heeft, dat jij zo hard komt aanrijden? Die beste man die kijkt een keer voordat hij gaat afslaan. En die ziet jou nog, nou in dit geval misschien hier rijden waar wij op dat moment zitten. En die denkt, oh ik kan. En dan komt hij. Ja, maar verdikken, dan krijg je daar een raarpunt. Ja. Dus ja, wie is het dan schuldig? Ja, zeg het maar. Maar het is wel iets, en zeker als motorrijder, denk ik, dit zijn voor jou de gevaarlijke momenten. Ja, dan hadden ze net zo... Je ziet hem daar al staan, hè? Kijk, er staat er nog één. Dan is het voor jou, en zeker als motorrijder, van joh, verdikke, er staan er auto's voorgesorteerd, laat ik even kalm aan doen. Het zal maar gebeuren dat. En verrek, het gebeurt. Ja. We zien het gewoon aankomen. Nou, van die laatste actie, waarbij ook onder andere die afslaande auto in zat, hebben we een meting en die kwam gemiddeld op 87. Daar waar je 60 mag. Dan vind ik de snelheid, als dat continu was, maar er zitten echt pieken tussen, dus dat het veel hoger was. Waarom? Dat was bijna misschien met die ene auto. En je schrik je rot als dat gebeurt. Dat voelt niet fijn. Nee, dat was wel een raar moment. Ja, ja, dat is even een test voor je hartklepjes, denk ik. Nou, hier is het voorsorteervak voor rechtsaf. Er staan pijlen in. 1 rijstrook. Ja. Gezien? Ja. Oké. Okay. En jij verduikt vervolgens rechtsaf hier over dat vlak heen. Wat eigenlijk is helemaal geen vlak dan? Niks, het is gewoon een stuk asfalt. Dat mag je helemaal niet opkomen, zeg maar. Nee. Oh. Nee, nou vooruit. Dat was weer een puntje. Ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Ja, weet niet. Ja, mag je dus niet pakken. Dat heb ik nou al in de gaten. Ja, kom op. Dat is toch een vluchtstrook? Een vluchtstrook? Ja. Voor wie? Wat dan? Is het de busstrook? Nee, ook niet. Nee? Dan heb je daar toch niks te zoeken? Eerlijk is eerlijk. Ja, gelijk. Oké, nou. Zijn we daar gelukkig over eens. Dan gaat het gas erop, deze kant op. Nou ja, je ziet ook, wij rijden redelijk met jou mee. Je ziet onze snelheid rechts onder in het scherm.
Inmiddels hebben we een nieuwe meting gestart. Het is een autoweg. Hoe hard mag je daar, weet je dat? 170. 100. Groen oog. Ja, 100. Maar zie je dat? Doorgetrokken lijnen. Ga je overheen. Vlak voor de bult. Ik heb in die motor accelereren er wel voorbij. Maar die lijnen liggen er niet voor niks. Nou ja. Daar moet sowieso een beter op letten. Ja, dat lijkt me handig. En hier ga je ernaast hangen. Nou, wij zeggen van, heb je het nou aan... Jongen, daarom denk ik zo. Oké, nou, wij wisten niet zozeer of je nou aan de stok had met hem, ja of nee. Nee. Maar dan blijf je daar rijden, terwijl dit een stuk rijbaan is eigenlijk. Of een stuk weg, waar allemaal rotzooi ligt. Hè? Alles wordt aan de kant gereden, maar, ligt split, er ligt zand. Is dat bodem, of niet? Gokkers. Nou, dat weet ik, daar vraag ik, weet ik dus echt niet. Nee. Nee, wat zou daar moeten rijden anders dan? Nou, maar, er kan geen auto rijden, er kan geen vrachtauto rijden. Er kunnen, ja, een motor kan rijden. Maar dat is niet leuk. A, liggen er allemaal steentjes, ligt allemaal zand. Dit is gewoon een stuk asfalt, daar hoor je helemaal niet thuis. Het ligt er voor, puur voor noodgevallen, zou je er gebruik van kunnen maken. Oké. Okay. Dan heb je helemaal niks te zoeken. En dan, nou prima, dan ga je daar nog zitten. Maar op een gegeven moment dan haal je hem daar ook nog maar eventjes in. Huppatee. Al met al is het dusdanig slordig dat er een rijbewijs wordt ingenomen. Oh. Puur voor alles bij elkaar, niet voor één feitje. Gewoon algemeen, artikel 5 is dat, kapstokartikel, hè? Van gevaar of hinder veroorzaken of kunnen veroorzaken. Nou, ik denk dat dat duidelijk is aangetoond met de beelden. En ja, dan zijn de consequenties dus dat je vanaf hier geen meter meer mag rijden. En ik denk ook dat dit een melding is voor het EMG. Dat is een educatieve maatregel gedrag van het CBR uit. En die gaan nog eens haarfijn met jou om tafel zitten om te kijken of je je rijbewijs nog wel mag behouden, ja of nee. Los van het traject wat justitie gaat bewandelen. Een rijbewijs van auto is ook weg? Ja. Zit niet van apart? Nee. Oh, dat is jammer. Je bent nu echt je hele rijbewijs, zo moet je het even zien, je hele rijbewijs kwijt. En daar kan deze coureur het mee doen. De officier van justitie bepaalt hoe lang hij zijn rijbewijs kwijt is en de man krijgt een EMG-cursus opgelegd die hij zelf moet betalen.